Zo klinkt de rolstoel van Gerdy natuurlijk niet. En hij is ook een beetje langzaam. Maar dat maakt haar niets uit. Zelf doe je 8 kilometer erover en de andere rij je 200, 250 kilometer. Dat is juist het leuke. Hè? Dus een haas en een slak achter elkaar aan. Stichting Gouden Dagen kwam achter de wens van Gerdy via een kaartje dat ze in een wensboom hing. Die had er opgeschreven, ik zou zo graag een keer terug willen naar het circuit van Zandvoort. En daar zou ik zelf graag met mijn rolstoel eens een keer overheen willen rijden. Nou, dat vond ik zo geweldig. Dat vond ik zo'n leuke wens. Ik heb tegen de mevrouw gezegd, natuurlijk gaan we dat waarmaken voor u. Gerdy wilde niet zomaar naar het circuit. Ze heeft er veel mooie herinneringen aan. Met mijn vader en mijn broer gingen we dus naar Zandvoort toe. We zijn ook een keer naar België geweest, naar Francorchamps. Daar gingen we gewoon kijken. Het is gewoon leuk om al die auto's zo voorbij te zien gaan. De tribune is vandaag leeg. Maar Gerdy heeft haar eigen fans meegenomen. Ik zag mijn moeder alleen maar lachen, genieten. En dat maakt mij ook gewoon heel blij. En dat ze dat ook in een half uur heeft gedaan. Echt fantastisch. En als je dan ook nog als eerste over de finish komt. Enig. Hartstikke leuk. Ik heb reuze genoten. Hè, en al die door die bochten en de belangstelling. Het is echt een droom die uitgekomen is.